Sensor heette vroeger SOS Telefonische Hulpdienst en is de grootste organisatie in Nederland die emotionele ondersteuning op afstand biedt. In april 2009 opende Sensor een vestiging in Gouda. Sensor is dag en nacht bereikbaar voor een anoniem en vertrouwelijk telefonisch gesprek. In de studio is aanwezig trainerbegeleider Jolanda Padding van Sensor. Welkom. Dank je. Sensor, waar staat dat voor? Sensor, dat bestaat uit twee delen, de naam. Sens en oor, gevoelig oor. En wij bieden 24 uur per dag een luisterend oor aan mensen die dat nodig hebben. Ja, via telefoon. Via telefoon. Mensen kunnen bellen en dan wordt er geluisterd. We hebben telefoon, chat en ook e-mail. Oké, dus het kan ook via de e-mail? Dat kan ook, ja. Oké. En wat is uw taak, functie bij deze organisatie? Ik werk als trainer-begeleider. Dus ik train de vrijwilligers. Na een vrij uitgebreide opleiding kunnen ze zelfstandig hun diensten doen. Ja, en hoe uitgebreid is dat? Je begint met een heel weekend met een groep van 16 nieuwe mensen. Mm-hmm. Twee trainers en daar aansluitend heb je 8 avonden met allemaal verschillende modules. En halverwege die serie avonden begin je met je mentorperiode. Mm-hmm. En dan ga je samen met een ervaren vrijwilliger samen je diensten doen. En zo gaandeweg leer je het werk steeds meer kennen. Ja. Ja. En hoe word je getraind? Wat zijn bijvoorbeeld onderdelen van die training? Kan ik aan denken? In het begin is het heel eenvoudig. Bijvoorbeeld het verschil tussen open en gesloten vragen stellen. Mm-hmm. Dat is vrij simpel, maar toch goed om de basistechniek te leren. Je leert bijvoorbeeld de fase van een gesprek. Wat is de opbouw van een goed gesprek? Hoe zorg ik ervoor dat ik echt tot de kern kom, mm-hmm, waar mensen echt mee zitten? Dus niet alleen maar in de oppervlakte blijven, maar ook doorvragen naar gevoel. En wat mensen belangrijk vinden in het leven. Ja, en nog even over die vrijwilligers. Hoe komen jullie aan die vrijwilligers? Langs allerlei kanalen. Mm-hmm. We adverteren af en toe wel in regionale bladen. De meeste mensen vinden ons toch nu via internet. Okay. Via de website. Ja. Ja. En waar moeten die vrijwilligers aan voldoen? Eigenlijk hebben we een heel lijstje met wensen. Je moet tijd hebben, dat is belangrijk, want het vraagt best veel tijd. Je moet allereerst natuurlijk een intensieve training volgen. Mm-hmm. En je moet 1 dienst per week doen. Ja. Een dienst duurt ongeveer 4 uur. En daarnaast ben je ook verplicht om trainingen te blijven volgen, mm-hmm, ook als je klaar bent met je basistraining. Mm-hmm. En zo'n ongeveer 10 dagdelen per jaar. Ja, en wordt er ook nog een eis gesteld aan de vrijwilliger zelf als het gaat om achtergrond, opleiding? Ja, nou, we vinden het eigenlijk heel leuk als mensen juist hele verschillende achtergronden hebben. Dus hoe hoog of hoe laag opgeleid maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Het is wel heel belangrijk dat je een open houding hebt. Mm-hmm. Dat je benieuwd bent naar de vraag achter de vraag. Het verhaal achter de vraag waar mensen mee komen. Mm-hmm. Wat we ook erg belangrijk vinden is dat je toch een bepaalde geestelijke stabiliteit hebt in het leven. Eigenlijk vind ik het juist wel fijn als je wel al zelf ook wat problemen of moeilijkheden hebt doorgestaan. Mm-hmm. En dat je die overkomen bent. Ja. En vanuit een evenwichtige situatie dat je andere mensen te hoort kunt staan. En wordt dat van tevoren dan allemaal besproken? Worden die mensen bevraagd daarop? Daardoor ook krijgen die meer kans dan om mensen door te stromen? Mensen die zich aanmelden via de website, die krijgen altijd een kennismakingsgesprek van bijna een uur. Dus daarin kunnen we iemand helemaal bevragen op allerlei zaken die wij belangrijk vinden. Ja, oké. Dus een beetje ervaringsdeskundig zijn is een pre. Dat is wel een pre. De leeftijden wil je misschien ook nog weten? Wel interessant om daar iets meer over te horen. Ik had het over de diversiteit van achtergronden, maar ook in leeftijd. Want onze vrijwilligers die zijn tussen de 21 en de 75 jaar. Mm-hmm. Dus dat is echt heel, 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 heel breed scala. Ja. En heeft het ook te maken met de bellers zelf? Wordt daar ook van gescand of bedacht van nou deze mensen passen beter bij die en die vrijwilliger, of is het maar net wie aan de lijn krijgt? Een jong iemand die belt, die kan inderdaad een 75-jarige aan de lijn krijgen. Ja. En ook eventueel doorgeschakeld worden als dat een behoefte is van de beller? Dat doen we niet. Mm-hmm. Nee, het blijft in principe bij 1 gesprek. Oké. Okay.
Nog even terug naar de organisatie Sensor. Het is de grootste organisatie van Nederland, maar ik had er nog nooit van gehoord. Is dat gek? Op zich niet zo gek. Tot januari van dit jaar waren we allerlei verschillende regionale stichtingen. Ja. Wel heel actief, maar toch meer ook adverterend bijvoorbeeld in regionale bladen en niet zozeer in landelijke bladen. En vanaf januari van dit jaar hebben we een landelijke stichting. En sindsdien merken we ook dat de naam Sensor toch al snel wat meer bekend wordt. De landelijke PR-afdeling dus. Ja. Ja, ik verwacht ook dat het alleen maar zal groeien. Ja, want neem aan dat je ook willen dat zoveel meer mensen ook jullie weten te vinden. En dan jullie gaan inschakelen. Want als dat gebeurt, wat moet ik dan denken? Wat zijn de meest voorkomende klachten of problemen waar jullie mee te maken krijgen? Ook dat is heel divers. Mm-hmm. Het zijn wel altijd een beetje, laat ik zeggen, kruispunten van het leven. Mm-hmm. Misschien als mensen iets ergs meemaken en daar niet direct in hun eigen omgeving met iemand over kunnen praten. Mm-hmm. Dat kan na een overlijden zijn of misschien je baan verliezen. Ja. Van alles en nog wat. Dat soort momenten. Maar het kan ook wel soms vanuit een bepaalde eenzaamheid, gevoel van eenzaamheid zijn. Mm-hmm. Dat mensen ons bellen en zomaar een praatje willen. Ja, en, dat kan dus ook. Ja, dat kan ook. Want wat gebeurt er als het probleem eigenlijk te groot is voor de vrijwilliger? Ik kan me voorstellen dat situaties zijn waar zo'n persoon eigenlijk niet zoveel aan kan doen op dat moment. Althans, effectief niet kan doen. Wat gebeurt er dan? Nee, als het echt heel erg acute situatie mm-hmm. is, dat echt nu gelijk hulp bij moet, dan kunnen we contact zoeken met het crisiscentrum, als het mm-hmm. echt moet. En die kan dan eventueel een gesprek overnemen. Maar in de praktijk komt het eigenlijk heel weinig voor. De mensen die ons kunnen bellen, zeggen we ook altijd, die kunnen ook 112 bellen. Mm. Dat is een beetje de gedachte. Ja. Oké, dus het komt eigenlijk relatief niet zo heel veel voor dat mensen suïcidaal zijn of dat jullie daar... Suïcidale gedachten komen zeker wel voor. Ja. Maar denken aan suïcide is nog niet hetzelfde als echt bij de trein staan. Maar kunnen die vrijwillig dat beoordelen? Met wie ze te maken hebben op dat moment? En hoe serieus het probleem is? Daar zijn trainingen natuurlijk voor. Mm-hmm. Ik denk wel dat onze vrijwilligers zo goed worden opgeleid dat ze dat vrij goed kunnen inschatten. Ja. Zoals gezegd, als je echt denkt, dit kan ik niet alleen af, dan heb je dus ook nog een achterwacht en een doorschakelmogelijkheid. Okay. Nou, hartstikke mooie organisatie. Ik wens jullie daar heel veel succes mee. Dank je. En u bedankt voor het komen naar de studio. U thuis bedankt voor het kijken. En wilt u deze of eerdere uitzendingen nog eens terugkijken in HD? Kijk dan op onze website www.gouwestad.nl en kies uitzending gemist. Of kijk op ons eigen YouTube-kanaal RTV Gouwestad. Graag tot ziens tot de volgende Gouwestad Magazine.